Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Energiefabriek 013 en gemeente Tilburg. 95% reductie, dat is wat we willen halen in de energietransitie. En wat betekent dat nou voor onze huizen? Wat betekent dat voor de warmte? Wat betekent dat voor de elektriciteit? Welke rol kan waterstof daarin spelen? Dat is hetgene waar we het vandaag over gaan hebben. We doen dat hier in de Lokhal. De Lokhal is gesloten, maar wij kunnen er terecht. Dat doen we samen met Omroep Tilburg en het Milieucafé. En het wordt verzorgd door Energiefabriek 013 samen met de gemeente Tilburg. Naast mij zit Lucia Kleinigis. Dag Lucia. Hi. Jij bent voorzitter van Energiefabriek 013. Ja. Wat doet de Energiefabriek? Ja, de Energiefabriek bestaat uit een energiecoöperatie. Een vereniging van leden eigenlijk, zou je kunnen zeggen. En dat zijn vooral bezorgde burgers die graag iets willen doen aan de klimaatproblematiek. Die zelf aan het zoeken zijn hoe ze betekenis kunnen geven aan het energiebesparen. Wat hebben jullie al bereikt? We hebben in het vaker keukentafelgesprekken gehouden met mensen. Om mensen te helpen van, goh, wat kun je nou zelf aan je woning doen? Dus gewoon bij mensen thuis? Bij natuurlijk. Mensen thuis, ja. Dus eigenlijk energieadvies geven en samen kijken wat mensen aan de woning kunnen doen. We hebben een aantal grote energieprojecten, met name zonneprojecten, georganiseerd. Zonnecellen in Tilburg? Of, In Tilburg, bijvoorbeeld een grote op de Oude Lei, een schuur net in Goorlen. Maar ook verschillende projecten in Nederland. De Spoorpark is ook een project wat daaronder valt. Binnenkort gaan we ook in andere wijken aan de gang. Oké, wat zijn de plannen verder? Bij de geluidswal aan de A58, de oude vuilstort, achter het nieuwe Van der Valk Hotel, ja. Daar willen we zo'n 5000 zonnepanelen gaan leggen. Dus dat zet wel wat zoden aan de dijk. Oh, die komen er al in 2021? Ja, we hopen echt dat die eigenlijk liefst voor de zomer, maar dat zal in de nazomer zijn als alles goed loopt. We hebben nu deze masterclass die we doen. Waarom organiseren jullie dit soort dingen? Omdat dat is ook een onderdeel van wat wij als energiefabriek willen doen, om mensen te informeren wat ze kunnen doen over nieuwe technieken, omdat iedereen er toch wel mee bezig is, maar het ook niet zo goed weet hoe en wat. Vandaag gaat het over waterstof. Hoe kom je daarbij? Dat is een van de technieken waar mensen van alles van willen weten. Hoe dat nou zit, is het nou wel zinvol, niet zinvol, wanneer is het zinvol, wat is het eigenlijk? En iedereen denkt er de heilige graal in te vinden. Nou, dat gaan we straks zien, ja. Of we dat daar vinden. Hebben jullie leden ook interesse erin, in waterstof, denk je? Ja, dat hebben we al gemerkt, want we hebben het voor aangekondigd, deze opname. En een heleboel leden hebben vragen gesteld via ons mailadres. En we hopen dat die straks beantwoord gaan worden. En voor zover dat, als dat niet gebeurt, wat dan? Dan kunnen alle vragen worden beantwoord en die worden op de website ook geplaatst. En voor iedereen natuurlijk, die kan op de website meer informatie vinden. Ik hoop dat alle vragen beantwoord gaan worden. Wie ik ook een aantal vragen gesteld heb in de voorbereiding van deze masterclass is wethouder Oscar Duschoten. Hij gaat over energietransitie in de gebouwde omgeving. U vindt het belangrijk om de burger te betrekken bij de transitie. Lukt dat in Tilburg? Ja en nee. We doen ontzettend ons best en we merken dat een aardige club mensen daar ook echt mee bezig is. Bijvoorbeeld aan de slag met je huis. Maar we zien ook een groep mensen voor wie dat nog een heel klein beetje de ver van een bedshow is. Die gewoon andere dingen, werk, kinderen enzovoort. Maar we merken wel dat we steeds verdere stappen maken. Kunt u daar hulp bij gebruiken? Jazeker, jazeker. Nou, daarom ben ik onder andere zo blij met de energiecoöperaties. Want je kunt als wethouder wel tegen Tilburgers zeggen, joh, je moet aan de slag gaan met je huis. Maar dan denkt menigeen van, ja, het zal wel. En op het moment dat de buurman, de energiecoöperatie, zegt, goh, zou jij niet ook eens iets gaan doen aan je huis? Dan komt dat net iets dichterbij dan wanneer de wethouder dat zegt. Dus vandaar dat ik er erg blij mee ben. Dat begrijp ik. We gaan dadelijk veel horen over waterstof. Wat voor maatregelen heeft u in petto om die optie waterstof reëel te maken? Ja, dat is een goeie. Waterstof heeft volgens mij ongelooflijk veel potentie. Maar ik denk dat dat op langere termijn gaat. En ik heb uiteraard de lezing van de wetenschap van vanavond nog niet meegekregen. Maar als je naar de korte termijn kijkt, denk ik dat waterstof het nog even niet gaat redden. We hebben zo ontzettend veel energie nog nodig. Dat ik zou me niks verbazen wanneer waterstof over 10, 15, 20 jaar een reële optie is. En dan zou je bijna denken van, wacht, dan wacht ik even 20 jaar. Maar dat kan dus niet.
Want we hebben met z'n allen afgesproken, we gaan die CO2-reductie realiseren. Dus we moeten voor 2030 echt een heleboel doen. Dus de natuurlijke reactie van ik wacht wel eventjes, dat is nu niet de gewenste reactie. U beheert ook een klimaatfonds. Is het mogelijk om proefprojecten te financieren met waterstof vanuit dat klimaatfonds? Nou ja, het klimaatfonds is opgericht om daar te helpen waar financiering een optie is, gelet op die CO2-reductie. En ik kan me zomaar voorstellen als er iemand met een fatsoenlijk idee komt, een business case die uiteindelijk ook geld terug gaat geven, want het moet een revolverend ding zijn, er moet dus geld terugkomen. Het is geen subsidiepot, maar als daar een slim idee uitkomt wat levensvatbaar is, ik kan me zomaar voorstellen dat een reële optie is, ja. Hartelijk dank voor uw antwoorden. Ik ben erg benieuwd naar de lezing. Ik ook. De wethouder is benieuwd en dat ben ik ook. Naast mij zit Mark van der Putten. Hij is fysicus, werkt bij de gemeente Amsterdam, met name op het gebied van de waterstoftransitie. En ik ga het met hem hebben over de gebouwde omgeving en de waterstoftransitie. Welkom in Tilburg. Dank je. Je werkt bij de gemeente Amsterdam. Je hebt een lange carrière al. Wat vind jij nou interessant, professioneel gesproken, aan de zaken waar je in je werk mee bezig bent? Voor mij is vooral het uitdagende is de complexiteit van de materie van de hele energietransitie. Waterstof is daar een pad in, wat mogelijk is. Niet onmiddellijk, maar dat is een pad wat op een gegeven moment dadelijk open komt te liggen. Maar de hele complexiteit van de energietransitie met al die balletjes die je in de lucht moet zien te houden. Niet alleen voor de gebouwde omgeving, maar voor de industrie, voor de mobiliteit, et cetera. En hoe dat allemaal met elkaar gaat samenhangen. En de ingewikkeldheid, ik kan me voorstellen als fysicus dat je daar... Dat is gewoon voor mij is dat professioneel gewoon een uitdaging waar ik me gewoon heerlijk op stuk kan bijten. Hoe belangrijk vind je die energietransitie? Nou, dat is eigenlijk het tweede aspect waarom ik het zo belangrijk vind. Is eigenlijk voor de generaties die na ons komen. En nu zie je die schoolkinderen zie je al allemaal protesteren voor het klimaat, et cetera. En doen ze ook terecht, heel terecht. Maar ik vind ook dat wij dus nu zijn we de beslissingen aan het nemen waar zij straks geconfronteerd mee worden. En daar moeten we dus op echt gaan voor sorteren. En de zorgen die deel jij? Die zorgen die deel ik zeker voor de toekomstige generaties. Want als we op deze voet doorgaan, of zouden blijven gaan, gaat het echt helemaal mis. En dat doel wat nou afgesproken is, hè, die 95% CO2-reductie in 2050, is dat een goed doel? Ik vind dat erg moeilijk om in te schatten, maar het is in ieder geval een doel dat we met elkaar gesteld hebben. Om min 95% ten opzichte van 1990 uit te gaan stoten. En dat is dan een behoorlijk laag niveau. Ik hoor ook wel eens min 55%. Hoe zal het dan? Min 55 is het doel dat men tussentijd zet voor 2030. Oh, dat is over 10 jaar. Dat is over 9 jaar. Over 9 jaar. Gelijk, ja. We zitten bijna op 1 januari, dus dan gaat de teller loopt en die loopt hard. Maar is het niet zo dat als je naar die 55% gaat, dat dan die 95% vanzelf gaat? Nee, dat is juist het probleem. Die min 55% is misschien nog redelijk makkelijk te bereiken. Ja. Dan moeten we daar heel veel moeite voor gaan doen. Maar die laatste tientallen procenten, die worden heel taai dadelijk. De laatste loodjes wegen het zwaarst, zeggen we altijd. Oké, okay, en wat betekent dat alles volzetten met windmolens, gaat het daarmee lukken? Nou, het hoeft niet alleen maar met windmolens te zijn, maar wat we vooral moeten doen is dat we bijvoorbeeld de CO2 die we produceren bij warmtetoestellen, bij het opwekken van elektriciteit en bij al die andere energie- en industriële systemen waar we CO2 bij opwekken, die CO2 moet allemaal eruit. Je mag geen eigenlijk, als je die min 95% wil halen, mag je geen CO2 meer produceren. Niet in je elektriciteitsopwekking, niet in je mobiliteit, nergens meer. Maar als het dan gaat over onze huizen en waar we wonen, dan zijn de gevolgen heel erg groot. Ik hoop dat we dadelijk wat meer inzicht krijgen. Wat betekent dit voor de bewoners? Wat betekent dit voor, wat kan een gemeente doen? En wat betekent het voor een kabinet dat dadelijk gaat komen? Maar eerst wil ik even de inhoud ingaan. Hè, van waterstof als bron, daar gaat het over. Waterstof, waar komt die naam eigenlijk vandaan? Hij is afgeleid, zover ik kan nagaan, uit het Grieks. Hydrogenium. Ja. En hydro betekent dan water. En genium komt van gen, van doen of van maken, eigenlijk water maken. Dus wat je eigenlijk doet met waterstofgas, als je daar zuurstof bij laat, kun je water maken. Vandaar ook waterstof, de stof om water mee te maken. Oké, okay, en waarom heeft dit dan relatie met de energie, met de energieproductie? Bij het water maken komt energie vrij in vormte van warmte en elektriciteit, als je het juiste apparaat ervoor gebruikt. Ja. En aan de voorkant, zoals je een formule achter me kunt zien, stop je maar in. Ja. Dan heb je water en zuurstof. Je hebt water,
Wat stop je elektrolyse? Ja, dat weet ik bijvoorbeeld nog van middelbare schooltijd. Hè? Dan, ja. Als je een elektrolyse op water doet, dan krijg je waterstof en dan zuurstof. Dan krijg je waterstof en zuurstof eruit. Ja. En als je het andersom doet, dan komt er dus energie vrij. Dan komt er de energie die je erin hebt gestopt, die komt dan weer vrij. Dus eigenlijk is dan waterstof is ook geen brandstof, maar eigenlijk een energiedrager. Ja, of een transportmiddel. Een transportmiddel. Okay. Gebruiken we nu al veel waterstof in Nederland? Ja, redelijk veel. We zijn een van de grootste producenten van waterstof. Echt waar? Maar dat is met name voor de zware industrie en ook voor het maken van bijvoorbeeld kunstmest. Kunstmest wordt gemaakt van waterstof? De kunstmest wordt gemaakt van aardgas. Daar haal je het waterstof uit het aardgas. Maar aardgas, dat is CO2-productie toch? Daar krijg je ook een enorme CO2-productie bij. En dan het waterstof verbind je dan weer met het stikstof en dan krijg je ammoniak uit en dat gebruik je in de kunstmest. Dus de kunstmestindustrie is een hele grote verbruiker van de waterstof die we op dit moment produceren. Dus daarmee hebben we in Nederland heel veel ervaring met waterstof. Precies. En wat je net zei, het is waterstof waar CO2 bij vrijkomt. Het is wat we dan eigenlijk grijze waterstof noemen. Ja. En dat betekent voor een kilogram van die waterstof die ik maak, ga ik 9 kilogram CO2 maken. Maar waterstof gebruiken we er zoveel, er komt heel veel CO2 bij vrij, daar schrik ik van zoveel als dat je zegt. Maar als we die waterstof nou gaan inzetten voor energie, dan maakt het toch alleen maar erger, dan produceren we nog meer CO2. Ja, daar moet je op dit moment ook die waterstof nog niet gaan gebruiken. De aanloop naar de waterstof-economie ziet er ook anders uit dan dat je nu met z'n allen waterstof gaat gebruiken. Je kunt waterstof dus ook op een andere manier maken? Je kunt het ook ter plekke in huis maken, gewoon uit aardgas. En kun je ook die energie, kun je ook op een andere manier energie gebruiken zodat je groene waterstof maakt? Zeker. Daar heb je in de krant waarschijnlijk ook wel redelijk veel over gelezen met elektrolyse. Dat men heel Nederland veel vol gaat zetten met grote electrolyzers. Ja. Maar ook daarvoor is het nog een beetje te vroeg, want daar heb je weer heel veel hernieuwbare energie voor nodig. Je hebt heel veel windmolens en heel veel zonneparken nodig. Ja, maar die hernieuwbare energie, dus dan ga je windenergie omzetten in waterstof. Dan ga je de wind omzetten in waterstof. Ga je de elektriciteit die wordt gegenereerd door de wind of door de zonnepanelen. En die waterstof breng je dan naar de huizen. En daar, hoe kun je dan in die huizen van het waterstof weer energie maken? Dat kun je bijvoorbeeld op twee manieren doen. Je kunt er of alleen warmte-energie van maken. Dan doe je het op een cv-ketel, net als je nu een cv-ketel hebt. Alleen die draait in plaats van op aardgas op waterstof. Oké, dat is gewoon directe verbranding eigenlijk. Dat is directe verbranding van het waterstofgas. Of je kunt het gebruiken in een brandstofcel. En als je het in een brandstofcel gebruikt, dan krijg je er weer water uit de brandstofcel. En dan krijg je de energie uit in de vorm van warmte en elektriciteit. Met een efficiëntie van tegenwoordig al 90%. Kun je dan kiezen water, warmte of elektriciteit? Of je kunt kiezen en je kunt ze soms afregelen, de brandstofcellen, dat die meer van het een of meer van het andere doet. Maar over het algemeen moet je ze, als je het echt goed wil doen en optimaal wil doen, moet je ze alle twee gebruiken. Klinkt wel aardig, want je hebt in huis heb je natuurlijk ook warmte en elektriciteit nodig. Dus dat is logisch. Hoe oud is deze techniek? Bestaat het al lang? Techniek op waterstof die bestaat al heel lang. Die bestaat al zeker 150 jaar. En op de Apollo-vluchten naar de maan, daar zaten ook brandstofcellen in die capsules. Dat men een energievoorraad had uit het tankje waterstofgas en het tankje zuurstofgas dat men achterin had liggen. En tegenwoordig op aardgas laten draaien, dat is een beetje eigenlijk de innovatie van die brandstofcellen. Oké, is een brandstofcel die je dan in je huis kan plaatsen, is die groot? Moet je een aparte kamer daarvoor inruimen? Nee, of, nee, is ongeveer net zo groot als een warmtepomp. En je moet denken in de grootte van een koelvriescombinatie. Oké. En ze worden kleiner, steeds. Ja, met het voortschrijden van de techniek. Ja. Is het duur zo'n brandstofcel voor in het huis? Ze zijn nog erg prijzig op dit moment. Je krijgt 8000 euro subsidie van de Europese gemeenschap, maar dan blijven ze nog altijd vrij prijzig. Maar dat komt ook, want kun je het een beetje vergelijken met bijvoorbeeld zonnecellen. Ja. Zonnepanelen, 20 jaar geleden, 30 jaar geleden. Die waren niet te betalen? Die waren niet te betalen. Dat deed echt een fanatiekeling die helemaal groen tussen zijn oren was. Die legde dat op zijn dak en dan was hij groen. Dan was hij blij mee. Ja. Dus dat heb je nu ook een beetje met brandstofcellen. Die zijn ook nog heel duur. Maar over de loop van de jaren zul je gaan zien dat die prijs gaat dalen. Hoe meer brandstofcellen er geproduceerd worden. Dus hoe beter die markt ontwikkeld wordt. Waar Europa op dit moment heel veel in doet om die markt goed te ontwikkelen. Hoe goedkoper die brandstofcellen gaan worden. Maar als ik kijk naar die zonnepanelen. Die kun je nou bijna overal voor bijna niks kopen. En dat betekent dat het ook rendabel is. En dat verwacht je dus ook voor brandstofcellen. Ik verwacht ook dat brandstofcellen aanzienlijk nog in prijs zullen gaan dalen. De komende 20 jaar. Oké, nou, ik ben wel benieuwd verder hoe we dat kunnen gaan toepassen in huis. Daar gaan we het dadelijk over hebben. Ja. Maar eerst ben ik geïnteresseerd wat Tilburgers weten over waterstof. Van waterstof? Nou, niet veel. Alleen water. Verder is het niet. Nou, niet meer als dat er hopelijk straks auto's op kunnen rijden.
Oh, heel weinig eigenlijk. Het kan als brandstof gebruikt worden, volgens mij. In de toekomst voor auto's en zo. Heel weinig. Van waterstof? Oeh, niet zo heel veel eigenlijk, denk ik. Nee. Volgens mij kan je daar met eten iets mee doen, maar ik weet het eigenlijk niet. Nee. Weinig. Waterstof? Ja, niet veel. Ze zijn bezig om het met auto's mogelijk te maken, hè? Dat is een beetje het enige wat ik weet. Het is een brandstof. Gevaarlijk, licht ontvlambaar. En de eerste benzinestations zijn er in Nederland, ik geloof in Den Haag. En misschien nog een aantal, ik weet het niet. Maar duurzame energie. Dat was de Tilburger over waterstof. Ik denk dat deze masterclass niet helemaal voor niets is. We hadden het net over de brandstofcel. Hoe kunnen we die nou praktisch gebruiken? Praktisch in huis. Praktisch in huis. Praktisch in huis. Nou, praktisch in huis, niet op waterstof op dit moment. Nee, dat, wat ik eerder zei, die grijze waterstof, die wil je absoluut niet gebruiken op dit moment. Dan ben je echt verkeerd bezig. Maar wat men in heel Europa doet en wat we ook hier kunnen doen, is hem op aardgas gebruiken. En bij aardgas, dan een brandstofcel draait op waterstofgas, maar dan moet je dus het waterstofgas uit dat aardgas weten te krijgen. En daarvoor kun je in zo'n brandstofcel een heel klein voorzetapparaatje plaatsen, wat we een omvormer noemen. Dus dat is om van het aardgas waterstof te maken? Ja. Maar dan komt er wel CO2 bij vrij. Daar komt wel CO2 bij vrij. En dan denk je van ja, komt er weer CO2 bij vrij. Dat wilden we nou net vermijden. Maar als je kijkt naar de efficiëntie van waarmee je het warmte en de elektriciteit opwekt die je thuis gebruikt. Ja, die elektriciteit die komt nu uit de centrale. Die komt nu uit de centrale die ergens in het land staat. Ja. Een heel klein beetje, 14% of zo dit jaar is daarvan hernieuwbare elektriciteit. Dus windmolens en zonneparken. Ja. Als je dat vergelijkt, die hele efficiënte opwekking thuis, omdat je de brandstof of de energiedrager gewoon naar het huis brengt, daar warmte en elektriciteit uit haalt. Okay. Vergelijken met de situatie waar je aardgas gebruikt om je cv-ketel te stoken en elektriciteit uit het stopcontact haalt van de netbeheerder. Dan ga je op die hele energieketen door het hele land heen, ga je in de situatie waar je thuis die brandstofcel gebruikt, veel minder CO2 produceren. Dus wat je zegt is dat door in plaats van in een centrale plaats kolen of aardgas te verstoken, het in het huis te doen, heb je veel efficiëntere benutting. Dus daarmee werk je niet CO2-vrij, maar wel benut je Je gaat veel minder CO2 opwekken en je kunt zelfs door brandstofcellen, bepaalde type brandstofcellen, kun je dusdanig afstellen dat ze dan een klein beetje warmte geven. Dus moet je er extra veel gas in gaan stoppen. En dan ga je er heel veel stroom uit krijgen en die kun je dan terugstoppen in het elektriciteitsnet. En daarmee voorkom je dat, omdat je hem teruggeeft aan het elektriciteitsnet, hoef je die elektriciteit in ieder geval niet meer op te wekken bij zo'n onvoordelige centrale die ergens in het land staat. Dus praktisch krijg je dat er een brandstofcel die staat in een huis, een omvormer daarvoor om het aardgas om de waterstof van te maken. Klopt. Maar dan heb je nog steeds CO2-uitstoot, dan heb je nog maar steeds die is minder. Die hoe maak je dan die omgang naar volledig waterstof? Naar volledig waterstof, dus een brandstofcel heeft een levensduur van een 15 jaar. Ja. Nou, blauwe en groene waterstof die zijn niet gepland voor 2030 in Nederland. Dan moet je echt denken aan 2035. Dat duurt nog heel lang. Dat duurt nog heel lang. Maar een brandstofcel gaat 15 jaar mee. Dus er zijn er twee opties. Je koopt een brandstofcel op aardgas en je gebruikt hem helemaal op, dan koop je een nieuw op waterstofgas. Of je koopt een brandstofcel met zo'n omvormer ervoor en tegen de tijd dat waterstofgas er komt, haal je die omvormer ertussenuit. En dan sluit je direct het aardgas op de brandstofcel aan. Of het waterstofgas direct op de brandstofcel. Dat snap ik. En wat betekent dat dan voor de landelijke infrastructuur als iedereen dat zou doen zoals je dat schrijft? Dat betekent dat het beleid van wat veel gemeenten kennen van aardgasvrij, het hele Nederlands beleid van aardgasvrij. Dat van het gas af. Van het gas af, ja. Dat je vooral wel de gasleiding moet laten liggen. En dat je dus ook heel goed een beleid moet uitstippelen binnen je gemeente of ook, zelfs ook in het land, van hoe je dat aardgasvrij gaat implementeren. Want je wil op een gegeven moment toch dat mensen dat aardgas kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld brandstofcellen. Oké, dat is best een ingewikkelde boodschap. Ik wil even kijken, hoe gaat dat nou werken als we nou naar 2050 zijn? Hè? Dan zijn we allebei oude mannetjes. Ik kom bij op bezoek. Ja. Als ik welkom ben, ik ga er zonder meer vanuit dat jij het meest duurzame CO2-neutrale huis hebt van Nederland dan. Hoe heb jij dan je energie geregeld? Punt 1 heb ik mijn huis heel goed geïsoleerd. Drie op glas, et cetera. Dus dat is helemaal voor elkaar. En ik heb een kleine brandstofcel staan. Omdat ik het heel goed geïsoleerd heb, heb ik maar heel weinig energie nodig. Ja. Die ik hoef op te wekken. Ik wek mijn eigen warmte op. Ik wek mijn eigen elektriciteit op.
En wat ik teveel aan elektriciteit heb, dat stort ik terug in het elektriciteitsnet. Dus er is dan nog steeds een elektriciteitsnet waar je... Absoluut. Alleen dan komt de elektriciteit niet uit, je stopt het erin. Ik stop het er dan ook in. Het is echt dan een smart grid waar dus, ik kan er elektriciteit uithalen als ik het nodig heb. Ik kan het erin stoppen als ik teveel heb. En dan kunnen de buren de auto aan opladen. Hoe kom je dan aan je waterstof als je dat... Mijn waterstof, ja, die moet ik dan krijgen uit de gasleiding. Die de gemeentes hebben laten liggen. En ja. Dat ik dus een gasaansluiting nog steeds heb op zeg maar de oude aardgasleidingen. Die grotendeels geschikt zijn om waterstof door te produceren. En daar komt dat nu waterstofgas doorheen. Dus ik ben bij jou bezoek en wat zie ik? Dat je alleen maar waterstof gebruikt en dat voor alle productie die er is... en dat je ook nog eens een keer energieproducent geworden bent. Ben je niet helemaal arm geworden dan in die tijd tot 2050 om dat allemaal te betalen? Nou, het heeft me behoorlijk wat gekost toen ik die eerste cel kocht op aardgas. Want die waren toen nog vrij duur. Wanneer had je die dan gekocht? Die heb ik rond 2024, 2025 gekocht. Ja. Maar de tweede cel die ik heb aangeschaft, die was dusdanig in prijs gezakt dat ik met wat ik produceer aan elektriciteit en wat ik terugkrijg omdat ik CO2 vermijd, de prijs die daaraan hangt, daar krijg ik ook een vergoeding voor. Dan heb ik die cel binnen no time, binnen 7, 8 jaar helemaal terugverdiend. Ik ga natuurlijk bij jou bezoeken omdat ik je ken, maar als ik nou bij andere mensen bezoek zou gaan in 2050, hebben die dan allemaal hetzelfde of zijn er nog alternatieven? Er zijn alternatieven. Je kunt ook een alternatief hebben dat mensen gewoon nog de elektriciteit uit het net halen en daar gewoon alleen maar een cv-ketel hebben staan, maar dan op waterstofgas. Het kan ook zijn dat mensen alleen maar elektriciteit afnemen van het net en bijvoorbeeld een warmtepomp hebben staan onder het huis. En die hebben dan ook een WKO, een warmte-koude opslag onder het huis. Maar dat kan ook niet iedereen hebben, want dat vraagt onder een woning vrij veel ruimte. En de woningen in Nederland staan wat dichter op elkaar dan die ruimte die je nodig hebt voor een WKO. Maar het is wat we ons voornemen, dat komt altijd uit. Dus dan is alle energie die is ook groen. Dus dat betekent dat ook als je zo'n elektrisch systeem hebt, dat je groene energie hebt. Dat wel. Behalve dat ook met die groene energie dat er weer omzetverliezen zijn als je dat helemaal centraal gaat produceren. Ja. Terwijl als ik het lokaal produceer, de plekken waar ik het gebruik, in mijn huis, dan ben ik veel efficiënter bezig. Ik snap de beweging. Hè, dat ik neem aan dat je eerst begonnen was met heel veel isoleren. Vervolgens heb je een brandstofcel met een omvormer geïnstalleerd. Ja. Daarna alleen een brandstofcel met waterstof. En die waterstof is steeds groener geworden. Wat moet de regering nou doen om dat voor elkaar te krijgen? Ten eerste wat ze moeten doen is alle gasleidingen in de grond te laten liggen. Alles laten liggen? Alles laten liggen voorlopig. En die aardgasvrije wijken die nou gebouwd worden dan? Dat zijn misschien in de toekomst miskopers. Als waterstof echt een hele grote rol in de maatschappij gaat krijgen. Als we echt naar een waterstof-economie toe gaan. Oké, dus boodschap aan de opvolger van Wiebes is laat die leidingen liggen. Die leidingen liggen en kijk nog eens een keertje heel goed naar die wet vet. Of je echt wel alle nieuwe woningen per se zonder gasleiding wilt aanleggen. Want alleen elektriciteit... Daar zitten ook nog een hele hoop vraagstukken die nog niet zijn opgelost. En of die echt dadelijk zo groen is in 2050. Als dat wij willen en dat wij nu denken, dat is maar de vraag. Dat is nog maar even de vraag. Wat kan de regering nog meer doen behalve de leidingen laten liggen? Want ik schat in dat dat wel gaat lukken, die leidingen laten liggen. Ik denk dat ze de stappen gewoon moeten volgen om eerst met de blauwe waterstof aan de gang te gaan. En dat te stimuleren dat gebouwd wordt. Dat is echt... Het is hetzelfde productieproces als voor de grijze waterstof, alleen dan ga je je CO2 afvangen en opslaan. Dat is de eerste stap waar je dus economisch gewoon een slag kunt maken om die infrastructuur op te gaan bouwen met waterstofgas. En gelijktijdig parallel eraan kun je die electrolyzers gaan ontwikkelen naar steeds hogere vermogens, dat je op een gegeven moment je waterstofgas groen kan maken met het bijbouwen van voldoende windmolens op zee. En dat je de import van waterstofgas uit Noord-Afrikaanse landen, et cetera, gaat regelen. Uit Noord-Afrikaanse landen, maak je die ook waterstof dan? Die kunnen heel veel waterstof maken met zonnepanelen daar. En ze hebben ook vaak aanlandig hebben ze nog aardig wat wind, waar ze windenergie uit kunnen halen. Maar in Nederland heb je iets van 10% van het jaar produceren je zonnecellen energie. Ja. Noord-Afrikaanse landen is dat tegen de 30% per jaar dat er energie wordt. Want die hebben meer energie. Die hebben veel meer zon. Dat snap ik. En dat waterstof dat kan worden geïmporteerd of door gasleidingen die er nu al liggen voor het aardgas. Maar dat zijn vrij visionair zoals je dat zegt. Ik kan me voorstellen dat het kabinet vooral gaat kijken naar de 55% doelstelling. Zit daar een valkuil in?
Daar zit de valkuil in dat je nu hele grote investeringen gaat doen om die 55% te gaan halen, bijvoorbeeld met warmtenetten. Ja, dat je, dan... je de hele stad vollegt met warmtenetten, die investeringen blijven 30, 40 jaar liggen. Ja. Maar met de warmtenetten ga je geen min 95% halen. Oké, okay, dus het is eigenlijk een oproep om wat visie bij het kabinet. Je moet nu zo snel mogelijk weten hoe je die min 95 wil gaan halen in 2050. Ja. Als je dat weet, dan weet je ook wat je kunt nalaten en wat je moet doen. Ja, dat sla je geen doodlopende wegen in. Dat is zoals dat dan gaat. We zagen wethouder Oscar Duschoten net. Die zei ook dat hij heel erg ging opletten om te kijken hoe ze zijn eigen beleid moeten doen. Welke adviezen haal je nou voor hem uit? Hetzelfde wat ik zojuist ook eigenlijk zei, van probeer vooral nu te bepalen hoe je straks die min 95 gaat halen. Ja. En bijvoorbeeld met het decarboniseren van je elektriciteit, dus dat het wordt opgewekt zonder dat er CO2 bij vrijkomt, dan kun je zeggen als gemeente van, dat is mijn probleem niet, dat is van het Rijk. Ja. Maar je baseert wel je hele energietransitiestrategie, wat eigenlijk een warmtetransitiestrategie is, die baseer je helemaal op dat het Rijk het even voor je regelt. En wat als het Rijk er fouten maakt, of het laat liggen, of het niet goed organiseert in onze geliberaliseerde elektriciteitsmarkt? Ja, je ziet ook dat de gemeentes een belangrijke rol hebben bij de regionale energiestrategieën. Ja, klopt. Maar die worden veel gevoed ook door de belangen van, we willen geen windmolens hebben, maar we willen zonneparken hebben. En als het gaat over waterstof, welke adviezen geef je dan de wethouder mee in die energiestrategie te stoppen? Wat ik zou zeggen tegen de wethouder is, van kijk naar mogelijkheden om vast met aardgas een infrastructuur met brandstofcellen op te gaan bouwen. Misschien niet voor een enkel huishouden, misschien voor bij woningcorporaties, voor hele appartementcomplexen. Oké, okay, want ik kan me voorstellen dat je die brandstofcellen ook groter hebt. En dan, je hebt ze ook groter en dan krijg je ook schaalvoordelen als je ze groter maakt. Dat is goedkoper per gezin of per woning. Het is al goedkoper per gezin, maar het is ook nog eens een keertje dat met de belastingregels die we onszelf hebben opgelegd, dat je op een gegeven moment vrijstellingen van je energiebelasting en je ODE krijgt. En dan worden die brandstofcellen op een gegeven moment heel voordelig om te gebruiken in een groot appartementencomplex. Ja. Zelfs dat je er eigenlijk als corporatie je bewoners een korting kunt geven op de elektriciteitsrekening die ze moeten betalen, de gasrekening die ze moeten betalen. Plus dat je daar een vermogen mee opbouwt voor een volgende cel die je kunt gaan aanschaffen over 15 jaar. Ja, dat begrijp ik. Ik kan dat voor de gemeente dat dat belangrijk is. Er zal best wel veel gepilot worden de komende tijd, dus daar kan ook rekening mee gehouden worden. Maar de bewoners, hè, die zitten te kijken naar deze masterclass en die denken, ga ik nou die warmtepomp kopen of ga ik nou... Wat zijn je adviezen voor de bewoners om mee te beginnen? Maak een overwogen keuze, zou ik altijd zeggen. Kijk, een warmtepomp kun je altijd voor 15 jaar kopen. Een levensduur van een warmtepomp is 15, 20 jaar of zo. En je kunt dan na die 15, 20 jaar nog altijd overstappen op waterstof. Als het echt een waterstofgas er dadelijk is, het blauwe of zelfs het groene waterstofgas er is. Je kunt ook zeggen van, nou, ik wil gewoon eigen, heel effectief en heel efficiënt mijn eigen energie thuis opwekken. En dus koop ik een brandstofcel. Dan ga ik zelf mijn warmte en zelf mijn elektriciteit opwekken van de brandstof of de energiedrager die ik naar het huis breng. Maar ben je niet bang dat de bewoners dit gehoord hebbende zeggen van, ik wacht eventjes een tijdje voordat ik zo'n brandstofcel ga kopen tot die goedkoop is en ondertussen doe ik niets? Wat moet een bewoner ondertussen doen? Daar moet een bewoner gewoon zelf zijn eigen afwegingen maken van wat vind ik belangrijk en wat wil ik? Wat wil ik ook met het klimaat? Want een warmtepomp met de elektriciteit die we nu uit het net krijgen, waarmee je dus die warmtepomp bedrijft, dat geeft een zekere CO2-uitstoot. Ja. Met een brandstofcel kan ik veel lagere CO2-uitstoot, ook op aardgas, bereiken. Maar heb ik dat geld er daarvoor over? Ja, maar een bewoner wil geen spijt krijgen. Hè? Van wat zou je hem adviseren? De goedwillende bewoner die zegt, ik wil alvast een stapje zetten. Wat kun je hem adviseren waar die hem of haar waar die geen spijt van krijgt? Hij kan altijd een brandstofcel op aardgas pakken, maar neem dan altijd heel goed contact op met de gemeente. En bepaal samen met de gemeente hoe lang jij nog aardgas geleverd krijgt en wat dan het alternatief wordt. Okay. Want een brandstofcel met een omvormer kan ook op groen gas draaien. Dus als de gemeente op een gegeven moment zegt, we gaan van het aardgas af, we gaan naar groen gas toe, dan kun je op groen gas overschakelen. Als ze zeggen, we gaan naar waterstofgas, kun je naar waterstofgas overschakelen. Ja, dat begrijp ik. Plan dat vooruit met de gemeente. Ja. Niet dat je op een gegeven moment op 31 december 2024 een brief in de bus krijgt van volgend jaar sluit uw aardgas af. Dat is best ingewikkeld voor de bewoner, maar ik neem aan dat hij ook al kan inzetten op het besparen van energieverbruik. Altijd. Isoleren, stap 1. Isoleren is dus altijd belangrijk. Ja. Wij gingen op pad, want we zijn benieuwd, hoe goed is de Tilburger eigenlijk geïsoleerd? Ja, kunststoframen, dubbele beglazing. Dus
ben er wel tevreden mee. Goeie vraag, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik heb een huurwoning, dus durf ik niet te zeggen. Hij is redelijk goed geïsoleerd, moet ik zeggen. Gewoon, dubbel glas, verder niks. Die van een woningbouw, dus die doen nog niet zo van isolatie. Volgens mij is die best wel goed geïsoleerd. Maar ik ben daar niet helemaal in weg van wat er allemaal geïsoleerd is. We hebben vloerverwarming en we hebben geïsoleerde muren. We hebben, dubbel glas. Dus wat dat betreft is het volgens mij best wel goed geïsoleerd. Geen idee, want ik woon op een appartement, dus dat is gebeurd. Dus ik zou het niet per rot niet weten. Ik ben net verhuisd, ik woon net 4 dagen. Dus. Dubbel glas, een hoge rendementsketel, dak. Ik woon in een appartement, maar het dak is goed geïsoleerd. Dus volgens mij voldoet het aan de beste normen. Aldus de Tilburger over het isoleren. Bij mij aan tafel weer Lucia, voorzitter van de Energiefabriek. Hoe heb jij eigenlijk je huis geïsoleerd? Goed of niet? Ja, best wel. Ik heb wel zo het een en ander aan stappen ondernomen in de loop der jaren. Ben je ook wel aan je stand verplicht natuurlijk? Zonder meer, maar dat was voor die tijd ook al. Want we zijn natuurlijk als Energiefabriek, hebben daar echt zorgen om de toekomst en de klimaatcrisis. Dat kan ik me voorstellen. We hebben net de masterclass gehad van Mark van der Putten. Wat zijn nou de belangrijkste dingen die jij eruit gehaald hebt? Nou, het eerste wat ik als belangrijkste vind, en daar blijft het ratten mee, want alle energie die we niet gebruiken, hoeven we niet op te wekken, ja. Isoleren. Voorkomen is beter dan genezen. Ja, isoleren en daarin zit ook een heel stuk leefstijl en gedrag. Hoe kun je met leefstijl dan energieverbruik verminderen? Nou, gewoon een beetje zuinig omgaan met energie. En als ik nu zo omheen kijk in coronatijd, dan zie ik opeens allerlei gasbranders op balkons. Dat mensen wat meer mensen uit mogen nodigen en dan gaan ze buiten energie verspillen. Ja, dus dat met levensstijl kun je daar best wel wat aan doen door energieverbruik terug te winnen. En dan draag je gelijk bij aan CO2-reductie. Ja, zonder meer. Ik noemde net natuurlijk een extreem onderwerp. Maar het tweede is heel belangrijk en dat heeft Mark net vrij uitgebreid uitgelegd, denk ik. We hebben een heel transitiepad, we hebben een hele weg te gaan. En daar is een van de opties is er zeker het toepassen van de brandstofcel. En ja, met waterstof bedoel je. Ben je verrast wat hij verteld heeft? Ik vind het een heel interessante boodschap. En juist de boodschap omdat hij zegt, wacht niet tot het zover is. En totdat die waterstof groen is. Maar ga nu met aardgas en een omvormer die waterstof maken en dan de brandstofcel in. En dan kunnen we straks die omvormen weghalen en dan gaan we direct met waterstof naar binnen als die eenmaal in voldoende mate groen opgewekt wordt. Ja, dat is eigenlijk een hele mogelijkheid. Dus we hebben enerzijds energie besparen met isoleren en gedrag. Het tweede is, als je kijkt naar waterstof, volgt de goede stappen. Heb je verder nog iets geleerd? Ja, als derde, en dat is gewoon heel belangrijk. Die duurzame energie opwekken is een heel avontuur. Kost ook heel veel geld. En daarbij zeg ik eigenlijk, als je een maatregel hebt van de vervuiler betaald, dan help je de duurzame energieopwekking ook. Hoe kun je de vervuiler laten betalen? Ja, dat kan door CO2-heffingen. Wat nu al in de industrie gebeurt, dat moet je op veel grotere schaal in alle sectoren toepassen. Zodat duurzame energie uiteindelijk goedkoper wordt dan fossiele energie? Dat ja, is... dan krijgen we een eerlijke concurrentie. Dat geldt ook voor waterstof, begrijp ik. Zonder meer groene waterstof. We hopen dat u nu meer weet over waterstof en het gebruik ervan in de gebouwde omgeving. Wil u desondanks nog meer weten, wat ik me kan voorstellen, kijk op de website van Energiefabriek 013. Wij danken u voor uw aandacht en tot ziens. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Energiefabriek 013 en Gemeente Tilburg.